Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Ik heb een deken gehaakt. Een kleine deken. Een vierkante babydeken. Het formaat dat ik gemaakt heb is 73 bij 73 centimeter. Maar je kan hem haken in elke maat die je wilt. Je kan hem haken met elk materiaal dat je wilt. Hoe dikker het garen, hoe grover de steek, hoe dunner het garen, hoe fijner de steek. Maar dat je een relief blijft houden en dat je openingen blijft houden, dat is een ding dat zeker is. De achterkant die ziet er zo uit. Vind ik zelf eigenlijk ook super gaaf. Dus als je hem zeg maar op een bed legt en je klapt hem dan zo terug, ook super leuk. Zelf weten. Nou, zoals ik al zei, ik heb hem 73 bij 73 centimeter gemaakt. Normaal gesproken een babydeken in Nederland is meestal 70 centimeter tot aan een 90 centimeter of een meter. Maar nogmaals, doe wat jij wilt. Al wil jij er een eenpersoonsdeken van maken, wil je er een tweepersoonsdeken van maken, wil je er een lichemo deken van maken, gewoon lekker doen. Ik ga je in de video precies vertellen hoe je dat gaat doen. Nog wel even tip vooraf, want ik krijg altijd de vragen, maar hoeveel garen heb ik dan nodig? Dat weet ik niet, dat kan ik je niet vertellen. Ik kan je wel een tip meegeven en dat is het maken van een proeflap. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een proeflap gemaakt van ongeveer 20 bij 20 centimeter. En die heb ik ook weer uitgehaald en dat garen heb ik ook weer gebruikt in deze deken. En toen heb ik gekeken, toen heb ik een weegschaal erbij gepakt en toen ben ik gaan wegen. Hoeveel had ik voor dat formaat nodig? Nou, en toen heb ik uitgerekend en uiteindelijk is die ietsje breder geworden. Ik wilde hem eigenlijk 70 bij 70 maken. 75, nou ja, volgens mij zoiets. Ik weet het niet precies meer. Maar hij is ietsje groter geworden, dus dat is ook niet heel erg. Ik ga je in de video precies vertellen hoe je dat gaat doen. Proeflapje, nou ja, in principe is het zo dat als je een proeflapje maakt en je weegt het garen van het proeflapje en je hebt de afmetingen van het proeflapje. Nou ja, stel dat het proeflapje 20 bij 20 centimeter is en je wil heel graag daarvan een deken maken van 1 bij 1. 1 bij 1 meter, dus 1 meter bij 1 meter. Dan heb je dus 5 keer over zo nodig en 5 keer over zo. Dus dat zou dan 25 keer dat proeflapje zijn. Dus ook 25 keer de hoeveelheid aan garen. Als je dat lastig vindt om uit te rekenen, gebruik dan dit soort dingen. Gewoon van die blaadjes. En die leg je dan gewoon zo neer. Dus stel nou, dat past niet meer in beeld. Ik ben een deken van 60 bij 60. Dus 20, 20 en 20 is 60. Nou, dan moet het ook die kant op. En deze kant op. Dat zul je net zien, kom ik 1 tekort. Zie? Dan zie je dus dat je er 9 hebt. En als je één lapje hebt van 20 bij 20 en die heb je gewogen, stel dat al 10 gram is. Stel, hè, dat zal niet zo zijn, maar stel. Dan moet je die 10 gram dus keer 9 doen. Dus vind je het super lastig om dat allemaal zeg maar uit te rekenen, maak het jezelf dan makkelijker. Maak gewoon gebruik van die memo briefjes of pak een schrift met ruitjes erin en ga die ruitjes tellen. Maak het jezelf makkelijk. Ja? Oké. Okay. Dus dat kan je doen en dat kan je met jouw garen doen, met jouw haaknaald. En ja, je zult begrijpen dat als jij een ander garen gebruikt of jij gebruikt een ander merk of andere dikte of je gaat het met katoen doen. Want ja, ik heb nog gewoon acryl gebruikt, maar het is niet voor mij niet voor een baby. Want ik weet zeker dat als mijn kat Honey dit ziet, dan, nou ja, dan wil ze hem. En dan, ja, weet je, dan ga ik daar geen katoen voor gebruiken. Maar wil jij graag een babydeken met katoen? Doe dat dan. Maar goed, je hoeft dus niet tegen mij te zeggen een babydeken met acryl. Dat moet je niet doen, want dat is niet handig. Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik snap je.
Maar ik, voor mij is dit puur een voorbeeld. Ja? Dus dat. Ik heb voor mijn deken van 73 bij 73 centimeter 5 bollen Chunky Monkey van Scheepjes gebruikt. Dus stel nou, jij wil een deken van 73 centimeter en dan keer 2 in de lengte. Dat zal dan ongeveer 1,50 meter zijn. Dat is iets minder. 1,45 meter, 46. Dan heb je dus 10 bollen Chunky Monkey nodig. Ik heb 5 bollen gebruikt en ik had dit over. Niet heel veel. Ja? Of was het deze die ik over had? Ik heb er 2 liggen hier. Ik had een beetje over. Dit is de kleur 126 Peach. Persik. Dat is dezelfde kleur als bijvoorbeeld bij de Colorcrafter Lelystad. Op 1 bol Chunky Monkey en Terpilling van Scheepjes. Daarop zit 100 gram en 116 meter. Dan staat op haak of breinaald 5 mm. En het garen is een Aran garen. En dat is, dat noemen ze in Amerika, noemen ze dat ook wel een worsted weight of een medium worsted nummer 4 garen. Aran. Nou, er staat hier op 5 mm. 100% premium acryl. Persoonlijk vind ik voor deze steek een 5 mm haaknaald veel te klein. Dit is een steek die, ja, het is een, ze noemen dat ook wel een yarn eater. Hij heeft veel garen nodig. Ja, zo is dat nou eenmaal. Wel een mooie steek, maar je verbruikt behoorlijk wat garen. Ik gebruik een 6,5 mm haaknaald. Deze. 6,5 mm. Ik haak los. Dus haak jij wat compacter, dus wat strakker. Dan raad ik je aan om bijvoorbeeld te kiezen voor een 7 of misschien zelfs een 8 mm. Dan heb ik nog nodig een stopnaald. Of een naald om mijn draadjes weg te naaien. Nou heb ik hem even niet in de buurt liggen, maar hier ligt een ander. Een schaartje. Ik vind het super fijn om ook een meetlint te gebruiken om te weten van, nou ja, zo groot is mijn deken nu. En zoals jullie ook weten, gebruik ik mijn weegschaal. En die gebruik ik om, nou ja, mijn proeflapje te wegen en te weten hoeveel garen ik dan daadwerkelijk nodig ga hebben voor mijn hele deken. Dus dat. Ik heb mijn hele grote deken, nou ja, mijn hele grote, ik heb mijn deken al gemaakt. Dus ik ga mijn bolletje wat ik hier heb liggen gebruiken om een proefje met jullie samen te haken. Nou heb ik al 1 filmlamp uit, maar hey, ik heb het garen gekregen van Desiree, van Sieraden en zo.nl. Ze verkoopt het nog niet, want Chunky Monkey is nog niet in haar webshop. Maar je kan natuurlijk ook gewoon wel bij Desiree kopen en dan gewoon dubbeldraads kolenkrachten gebruiken. Dan krijg je het eigenlijk hetzelfde effect, lekker dik. Maar je kan er ook voor kiezen om gewoon een wat minder grove look te hebben en het enkeldraads met kolenkrachten te haken. En als je dan toch dit garen wil gebruiken, zeg maar, de kolenkrachter, bedoel ik dan, koop het dan lekker bij Desiree. Wat trouwens ook leuk is, met een papatje verkoopt ze ook. Dus, en deze, dankjewel voor de mooie garen. Super lief van je. Doei. Even een beetje ingezoomd. Ik laat een wat draadje over. En ik begin met een lus op mijn haaknaald. Doe dat zoals jij dat fijn vindt. Er zijn heel veel verschillende manieren. Dit is de manier die ik fijn vind. En wat je nu gaat doen is, je gaat een losse ketting opzetten van een veelvoud van 3. Dat betekent dat je het getal wat je gaat opzetten, dat moet deelbaar zijn door 3. Ik heb voor mijn formaat deken met mijn hand van haken, heb ik 81 lossen opgezet. Dat ga ik nu niet doen. Ik ga er nu wat minder doen.
Dus ik ga tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 deelbaar door 3. Dus 15 gedeeld door 3 is 5. Dan tel je er nog 1 bij op. Dus het is 3 plus 1. Dat is zeg maar wat je aan moet houden. Nou, dan ga je in de tweede steek vanaf de haaknaald. En de lus op de haaknaald die telt nooit als een steek. Dan is dit de volgende. Ik pak even mijn dingen erbij, kan ik het je beter laten zien. Dit is de volgende. Die sla je over en je gaat naar de tweede vanaf de haaknaald. Dat is deze. Daar kan je dus gewoon zo insteken. Maar ik ga hem ietsje draaien. En dan zie je hier. Dus dit is je eerste, je tweede. En dan iets voor die tweede hier, daar zit een lus. Daar. Die. Daar ga ik inhaken. Ik ga dus in de achterste bubbel haken. Die. Daar. En dan maak ik een vaste. 1. De volgende. 2. De volgende. 3. Nou, en zo ga ik in deze hele toer, in de achterste bubbel, of gewoon door de steek, wat jij het fijnste vindt, ga ik vaste haken. Ja? En dat zorgt ervoor dat je zo'n mooi onderkantje krijgt. Nou, ik haak even door tot ik aan het einde van deze toer ben. En dan kom ik je terug en dan ga ik je vertellen hoe we de patroonsteek gaan haken. Oké, ik heb nu in totaal 15 vaste gehaakt. Dus jij zou jouw aantal moeten hebben. Wat je in het begin had. Dat is zonder die plus 1. Dus had jij er bijvoorbeeld 81, zoals ik bij mijn deken had. En je telt er dan 1 weer op, is dan 82. En dan begin je te haken in de tweede vanaf de haaknaald. Dan heb je in totaal 81 vaste. Ja? Oké. Wat ik heel graag wil, wat ik dus heel leuk vind, maar dat vind jij misschien niet, dus dan moet je het anders doen. Maar wat ik heel leuk vind, is hier aan de zijkant zo'n ribbelrandje, zeg maar. Dat loopt niet strak. Ik vind zo'n golvend randje hier aan de zijkant vind ik leuk. Nou, dat kun je dus creëren door te beginnen met het haken van 3 lossen. 1, 2, 3. Dan draai je je werk. En in plaats van de eerste steek over te slaan, ga ik deze eerste steek gewoon gebruiken. Dus dat betekent dat die 3 lossen hier eigenlijk als niets tellen, niets anders dan het mooie randje aan de zijkanten, wat ik mooi vind. En om zeg maar de draad omhoog te halen. Dat is eigenlijk het enige wat het voor nut heeft. Maar goed, ik vind hem mooi, dus ik ga hem zo haken. Dus omslaan, dan steek je in de eerste steekje in. En dan maak je een stokje. Dus insteken, draad ophalen, omslaan, onder 2, omslaan, onder 2. Het lijkt nu alsof je 2 steken hebt, maar deze telt dus als niks. Dus we hebben nu 1 stokje gehaakt. We willen 3 stokjes op een rijtje. Dus in de volgende een stokje en de daaropvolgende een stokje. Dit is wat we aan de zijkant doen. Hetzelfde gaan we straks aan de andere zijkant doen. Omslaan. We gaan nu de patroonsteek haken voor deze toer. Die bestaat uit 3 steken. Of die gaat over 3 steken heen. Je gaat omslaan. Je slaat 1 steek over. En in de volgende steek haak je een stokje. 1 losse
en in dezelfde steek een stokje. En dan heb je een V-steek. En omdat deze steek over 2 of over 3 steken gaat, sla je de volgende over. Kijk, die sla je dan over. Dus deze sloeg je over, hier maak je de steek in en deze sla je weer over. Dan is dit dus je volgende steek. Maar we beginnen dus elke keer met het overslaan van je eerste steek. Dus we gaan een stokje, een losse en een stokje in deze steek haken. Dus eigenlijk, hier sla je 1 over en hier sla je er 2 over. Snap je dat? Dus overslaan, V-steek, overslaan. Overslaan, V-steek, overslaan. Dus. V-steek. Stokje, losse, stokje in dezelfde steek. En 1 overslaan. 1 overslaan en in de volgende stokje, losse, stokje. 1 overslaan. Nou, en dat doe je totdat je nog 3 steken over hebt. Ja? Dus na de 3 stokjes sla je de 1 over, doe je V-steek en daartussendoor sla je er elke keer 2 over, hè, omdat het natuurlijk uit 3 steken bestaat. En bij de laatste, daar sla je er dus 1 over en dan heb je nog 3 steken over. 1 overslaan en in de laatste 3 steken doe je in elke steek 1 stokje. 2, 3. Ik heb natuurlijk nu een proeflapje. En dan is dit zoals het er bij mij uitziet. Maar als jij een gewoon gelijke deken haakt, dan heb je hem natuurlijk groter. Dit, mijn proeflapje heeft nu, ja, is nu bijna 14 centimeter. Ja? Oké. Okay. Volgende toer. 1, 2, 3 lossen. Die staan weer voor niks. Voor mijn sierrandje aan de zijkant. Ik draai mijn werk om. En in die eerste steek hier, daar, maak ik een stokje. In de volgende steek 1 stokje. En de daaropvolgende steek ook 1 stokje. Dus wederom 3 stokjes op een rijtje. Net als wat we hieronder gedaan hebben. Dan heb je hier de V-steek. We gaan om het eerste pootje van de V-steek gaan we een voorlangse reliëfstokje haken. Dat doe je door om te slaan, aan de zijkant van je stokje in te steken. Je gaat achter je stokje langs met je haaknaald en je komt in de opening van de V-steek, kom je omhoog. Dan sla je de draad om de naald en die draad die trek je onder je stokje door. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je slaat om, onder 2 lussen door. Je slaat om, onder 2 lussen door. En dan heb je je eerste voorlangs reliëfstokje gehaakt. We haken nu in die losse opening hier 2 stokjes. 1. 2. 1 losse. En 2 stokjes in diezelfde opening. 1. 2. Nu gaan we nog een voorlangs reliëfstokje haken om het laatste pootje van je V-steek. Je slaat om. Je steekt in deze losse opening in. Je gaat achter je stokje langs. En in de ruimte hiertussen kom je omhoog. Ja, dus omslaan. Achter je stokje langs, je slaat de draad om de naald, die trek je onder het stokje door. Dan heb je 3 lussen op de haaknaald, je slaat om, onder 2 door, je slaat om,
ronde 2 door. En dan is je eerste patroontje klaar. Dit doe je bij alle patroontjes, totdat je weer aankomt bij de 3 stokjes aan de zijkant. Omslaan. Volgende pootje, eerste pootje van je V-steek, een voorlangs relief stokje. In de opening van je V-steek 2 stokjes. Eén losse, 2 stokjes. Om je laatste pootje van je V-steek een voorlangs relief stokje. En zo heb je al 2 patroontjes gehaakt. Het gaat een beetje zo staan. Het gaat een beetje krullen zo. Geen zorgen, dat heb ik ook. Dat komt goed. Ja? Ik ben alweer toe aan mijn laatste. Maar dat zal jij lang niet zijn als je een hele rits hebt. Je slaat om, voorlangs een reliefstokje. Om het eerste pootje. In de losse opening 2 stokjes. Eén losse, 2 stokjes. Oh. En dan om het laatste pootje van je V-steek een voorlangs relief stokje. Dit doe je totdat je weer toe bent aan dat punt waar je je 3 stokjes hebt. Nou, ik ben daar al, want ik heb maar een klein proeflapje. En dan maak ik op elk van de volgende 3 steken, want weet je nog, die 3 lossen hier tellen we niet mee als een steek. Dus op de volgende 3 stokjes maak je op elk stokje 1 stokje. 1, 2, 3. En dan ziet het er bij mij zo uit. Deze 2 toeren die we als laatste gehaakt hebben, die blijven we continu herhalen. Ik ga je laten zien hoe dat vanaf nu de herhaling wordt. 1, 2, 3 lossen. Die tellen als niks, alleen als sierrandje. Draai je werk. Slaat om, je gaat naar je eerste steek die hier zit. Daar maak je een stokje. In de volgende steek een stokje. En in de volgende steek een stokje. Dan sla je dit allemaal over. We gaan nu haken in die ene losse opening. Dus je slaat je voorlangs reliefstokje over, wat aan deze kant uitziet als een achterlangs reliefstokje. De 2 stokjes en je gaat meteen naar die 1 losse opening daar. Daarin maak je een V-steek. Stokje, 1 losse en een stokje. Dan sla je dit allemaal over totdat je weer bij je volgende 1 losse opening bent. Dus dit is het midden van die 3D-steek, van die patroonsteek. Omslaan, daar maak je een stokje, een losse en een stokje in die 1 losse opening. Volgende, die zit hier, stokje, losse, stokje. Dit doe je bij alle patroonsteken waar je dus die 1 losse opening hebt. Als je die weer gehad hebt, dan kom je uiteindelijk hier zo. En dan zie je, dit hoort nog bij die patroonsteek. En dan heb je... Dit hoort ook bij die patroonsteek, hè, want je kan hier zien dat het nog een reliefstokje is. Dan kom je aan bij de laatste 3 steken. Dit hier is geen steek, dus die kan je zo vasthouden. Dat is een, nou ja,
Ik vind dat een leuk randje. Dus in de laatste drie stokjes, in elk stokje een stokje. 1, 2, 3. Dit is de achterkant. En de achterkant ziet er nu zo uit. 3 lossen. 1, 2, 3. Ik draai mijn werk en ik laat je even de voorkant zien. Zie je nou dat het goed gekomen is? Dat het minder, of eigenlijk helemaal niet meer zo krom staat? Dus dat dit een beetje naar voren gekomen is en dat dit echt een beetje een reliefsteek geworden is? Zie je dat? Oké. Okay. Nadat je de 3 lossen gedaan hebt, sla je de draad om de naald. En ga je naar het eerste steek hier en dan maak je een stokje. Die doe ik even over. Dus het eerste steek hier, een stokje. De volgende steek, een stokje. En de daaropvolgende steek, een stokje. Dus dit is geen steken, dat is gewoon een mooi sierrandje en dan 3 stokjes op een rijtje. Dan heb je hier weer die V-steek en dan gaan we beginnen met een voorlangs relief stokje om het eerste pootje van je V-steek. In de losse opening 2 stokjes. 1 losse, 2 stokjes en een voorlangs relief stokje om het laatste pootje van je V-steek. Je begint weer met een voorlangs relief stokje. Eén, 2 stokjes, 1 losse. 2 stokjes en een voorlangs relief stokje. Nog een keer. Voorlangs relief stokje. 2 stokjes. 1. 2. 1 losse. 2 stokjes voorlangs relief stokje. Ik ben inmiddels weer aan het einde van de toer aangekomen en daar maak ik in de laatste 3 steken op elk stokje een stokje. 1, 2, 3. En pas op, want het lijkt alsof aan het eind weer een extra stokje zit. Maar dat is alleen maar voor de sier. En zo ga je eigenlijk door. Je blijft zo de laatste 2 toeren blijf je herhalen. Vond je het lastig? Nou, dan zal ik even een... Ze noemen dat een tijdsstempel, een timestamp, een tijdsstempel neerzetten hier beneden in de beschrijving van de video waar deze toer begint. Want dat, deze toer en de toer hierna, dat zijn continu de toeren die je gaat herhalen. Ja? Dus die kan je dan elke keer terugkijken net zolang tot het kwartje valt. Dus dan moet je zeg maar het schuifje van de video even terugzetten naar dat tijdspunt. Oké, okay. Voordat je het gaat afsluiten, want we gaan nu nog 1 toer met V-steken haken. 1, 2, 3 lossen, draai je werk. En dan doe je in elke steek weer 1 stokje. In elke eerste 3 steken. Dan ga je weer op zoek naar de losse opening. En in die losse opening maak je een stokje. 1 losse stokje. En dat doe je voor deze ronde in
Ik heb hier een beetje een lus zitten, maar goed, voor mij is het een proeflapje, dus dat is niet zo heel erg. In elke losse opening maak je een stokje, losse stokje, oftewel een V-steek. 1. Aan het eind van je ronde, als je nog die 3 steken overhoudt, nee, niet die 4, het lijken er 4, maar het zijn er 3. Dat hadden we afgesproken, toch? Op elk stokje 1 stokje. 1, 2, 3. Zo. Nou, ik wil graag mijn ronde of mijn deken afsluiten zoals ik hem begonnen ben. Ik heb hier, ben ik gewoon begonnen met vasten. Maar je had even goed kunnen beginnen met half stokjes, wat jij mooi vindt. Maar ik ben dus begonnen met vasten. Dus ik doe 1 losse en ik draai mijn werk. Ik ga nu in elke steek 1 vaste haken. In de eerste een vaste. Insteken, draad ophalen, omslaan, onder 2 door. In de tweede een vaste. In de derde een vaste. Dan heb ik de 3 stokjes aan het begin van de ronde gehad. En nu ga ik op het stokje een vaste. In de losse opening vaste. En op het volgende stokje een vaste. Wil je dit anders doen? Doe het zoals jij het wil. Ik heb het zo gedaan. Dus op het stokje een vaste. In de losse opening een vaste. Op het stokje een vaste. Het zijn elke keer weer 3 steken. Dus op het stokje. In de losse opening. Op het stokje. Net zolang tot je bij de laatste steken aangekomen bent. En bij mij zijn dat de 3 stokjes. 1, 2, 3 vaste op een rij. Dan doe je 1 losse. Dan knip je je draad af. En die naai je netjes weg. En dan heb je je deken klaar. Of je proeflapje. Maar net wat je wil. Dat is alles. Eigenlijk vind ik hem, als je hem eenmaal door hebt, eigenlijk helemaal niet zo lastig. Het is eigenlijk best wel een lekkere steek om te haken. Het is wel een gare eter, maar ja, wel een mooi effect, toch? Ik kom nog even terug, laat je nog even 1 keer mijn deken zien. Tot zo. Nou ja, hij was natuurlijk al klaar, hè. Maar dit is mijn mini babydekentje van acryl. Maar ja, eigenlijk is die voor mijn kat Honey. Ik weet zeker, zij gaat ermee vandoor. Zoals ik eerder in de video ook al aangegeven had, maak hem lekker van het materiaal waarvan jij hem wil haken. De meeste mensen willen een babydeken echt haken van katoen. Wil je een blend gebruiken, ook helemaal prima. Ik heb dit garen trouwens gekregen van Desiree van Sieraden en zo. Zij heeft het nog niet, of zij heeft het op dit moment niet in haar collectie zitten. Maar wat je ook heel goed kan doen, is gewoon gebruik maken van de kollencrafter. De kollencrafter heb ik hier dan toevallig een bolletje van liggen. Oh, dat is wel leuk om te laten zien. Kijk, dit is dan dezelfde kleur. Komt helaas op de camera minder goed over, maar dit is eigenlijk dezelfde kleur. Dit is de kleur Lelystad. Maar goed, je kan dus gewoon... Wat jij ook wil. Even kijken, wat heb ik hier nog liggen. Ben ik ook mee met een project mee bezig. Hier een bolletje kollencrafter. Die kan je ook heel goed gebruiken. Die kan je ook dubbeldraads gebruiken. Kijk maar gewoon wat jij gebruikt voor jouw deken. Wil je weten hoeveel garen je nodig hebt, maak dan een proeflapje. En bereken dat op de manier zoals ik dat eerder in de video verteld heb. Ik zou dan overigens wel misschien wel een bol extra nemen. Of 2 bollen extra. Dat je in ieder geval zeker weet dat je genoeg hebt. Dus maak hem zoals jij wil. Wat misschien leuk en handig is voor mensen die dat toch heel fijn vinden. Jullie zullen best begrijpen dat ik niet alle maten en alle soorten garens en alles bij elkaar voor jullie kan testen. Door jullie alle informatie te geven. Elke hand van haak is anders. Jij gebruikt misschien een ander garen.
een andere haaknaald. Het is voor mij onbegonnen werk. Maar wat misschien wel leuk is om elkaar toch een beetje te helpen, is bij de comments hierachter hier beneden onder de video achter te laten welk garen jij gebruikt hebt, welke haaknaald je daarvoor gebruikt hebt en wat de afmetingen van jouw deken waren. Of bijvoorbeeld jouw sjaal. Misschien wil je er wel een sjaal van maken. Dat kan ook, hè. Je kan er ook gewoon een sjaal van maken. Dus gewoon een lange sjaal. Dus als jij dat wil doen voor mij, zou ik super tof vinden. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die daar heel erg dankbaar gebruik van zullen maken. Dus ja, ik vond hem leuk om te maken. Ik heb hem echt in een paar uurtjes, denk ik, of zo. 5 bollen, een paar uurtjes. Ja, ik denk, ik haak best snel, dus ja. Dus dat. Mooi randje aan de zijkant. Ik vind dat echt een superleuk randje. Maar goed. Zelf doen wat jij wil. Dankjewel voor het kijken. Ga je me ook maken? Ga je snuffelen op de webshop van sieradenenzo.nl omdat je nog mooie bolletjes wil scoren voor deze prachtige deken? Dan zeg ik, geniet. Dag! Maar wil jij wel 10 met 10 maken? Doe maar even opnieuw zien. Want ik heb hem namelijk wel 10 met 10 gedaan. Of had ik hem groter? Nee, ik had hem groter. Dus deze even aan de kant. Dan begin ik met eerst even met het inzoomen.